Dames en heren, ik wil u even waarschuwen. Als u thuis dit doek heeft hangen, belt u mij dan even op. Neem even contact met mij, dan kunnen we dat gelijk leggen, die zaak. Wat is er met dat schilderij? Daar hangen nogal wat vervalsingen van in omloop, Wim. Vervalsingen? Waarvan? Van deze van mij. Deze is namelijk van mij. Die heb ik van de week gekocht van een gediplomeerd kunsthandelaar, dus dat zit wel goed. Is het een appel? Nee, Wim, dit is een doek van de schilder Cobra uit 1974 met echtheidscertificaat. Appeltje voor de rust. De schilder Cobra? De schilder Cobra is momenteel de beste belegging. Ja. En ik vond hem ook niet echt lelijk, dus ik dacht, doen. Cobra, de zware checkrokende experimentelen uit 1948. Hè? Die een ware beeldenstorm ontketenden. Die de bezem haalden door de burgerlijke trutkunst. Cobra, dat nu wordt gesponsord door de fabrikant van ultralight sigaretten. Cobra, werk prijkt op ballpoints van cocaïnegeld, witwassende Nederlandse banken en op stropdassen. Ja, bah! Dat weet ik. Dat zijn reproducties. Maar dit is het origineel. Deze is voor mij. Dus... Weet jij wie er in Cobra handelt? Nee. Tom Okker. Zo, om het revolutionaire karakter maar even aan te duiden. Tom Okker verkoopt een Karel Appel aan Pim Jacobs, die de hele dag aan zijn pensioen loopt te denken. Hoe kon je dat nou doen? Van een erfenisje. Weet jij wat je daarmee hebt hangen? Ja, een echte Cobra, toch? Nee. Daar hangt het nieuwe hertje van Meegeren. Hertje? Met dat oor zo? Ja. Ja, kan je er ook in zien, een hertje? Ja, nou, dat vind ik nou het knappe van de schilder Cobra. Toch? Thank you.